Vervolgens gaan we samen, en u mag het doen natuurlijk, maar ik loop met u mee, dit ontzettend mooie veldje openen, met uw naam. En daarna is er nog een wedstrijd en u zou scheidsrechter zijn. Kunt u vertellen waarom het voetbalveldje is geopend? Dat is in de eerste plaats omdat wij denken dat het voor leerlingen heel belangrijk is om te sporten. En dat bij de school te doen. In de tweede plaats, we hebben het Humphrey Mijnalsveld genoemd. Dat is onze buurman. Hij komt hier heel vaak eten ook. Als leerlingen koken. Wij koken ook heel veel voor de buurt. We doen heel veel voor de buurt. En vond het leuk om hem dan ook dat te laten openen. En de naam ook Humphrey Mijnalsveld, die naam te geven. Wat was de reactie van Humphrey toen hij hoorde dat hij een veld kreeg met zijn naam? Ja, hij vond het een beetje. Hij was er stil van. Hij vond het ook heel leuk. En hij vroeg zich wel af: ja, kennen de leerlingen mij wel? Weten de leerlingen wel wie ik ben? Ik zeg: nee, natuurlijk niet. Maar goed, dat kunnen we uitleggen. En het kan ook een soort rolmodel zijn. Ja, hij kwam natuurlijk ook uit Suriname naar Nederland. Hij heeft het toch gemaakt. Nou, dat is voor kinderen die hier op school zitten ook heel belangrijk om te zien dat je soms denkt: het is lastig in de Nederlandse samenleving, maar kan toch lukken. U heeft al een hele mooie geschiedenis. Hè? U was de eerste Surinaamse speler in het Nederlands elftal. Wat vindt u ervan dat u vandaag een eigen veldje heeft gekregen? Dat vind ik fantastisch. Weet je waarom? Ik ben buren. Dus daar tegenover woon ik. En ik heb nog een veldje. Met Jean-Paul de Jong geopend daar. Maar het is mijn eigen veld niet. Maar dit is mijn eigen veld. Dus ik vind het jammer dat het juist aan de andere kant is. Het moest aan de voorkant zijn. Dan kan ik hem elke dag zien. Nu moet ik gaan omlopen om hem te zien. Want u bent wel van plan om hier soms te komen kijken? Jawel, omdat ik vlak in de buurt woon. En wat vind je ervan dat hij de eerste zwarte speler was in het Nederlands elftal? Ik vind het heel goed, want dit is respect van de zwarte mensen ook. Ja, ik ga het beroemd omdat hij was de eerste Surinamese speler in die ISK Utrecht. Voor hem iets was harder, denk ik, om enkele zwarte. Ja. Kunt u vertellen wat u daar doet? Want dat bent u, hè? U bent daar zo bekend om geworden. Nee, dat ben ik niet. Ik ben hier. Maar dat is uw actie tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije, hè? Tegen Bulgarije. Kunt u vertellen wat dat is? Ja. Kijk, ik lig in de lucht, ja? Dan moet je je voorstellen, is een corner werd genomen. En ik weet dat ze de midden voor was. En die kopte de bal. En die kwam tegen de bovenkant van het lat. Dus ik lag in de lucht. Ik hoorde de fluit, maar ik kon niet meer herstellen. En zodoende is die foto ontstaan. En was u ook de eerste die dat deed? Volgens mij wel. Ja? Die zo hoog lag hoor. Want die ene heeft het ook gedaan. Hoe heet hij nou weer? Hij heeft nationaal elftal getraind. Marco van Basten. Ik weet nog, we waren in het Olympisch Stadion. En toen zegt een heer tegen mij: hey Mengels, kijk, hij heeft het ook gedaan hoor. Ik zeg ja, van hem lag zo en de mijne zo. Weet je wel. Ik werd benaderd door de school, door Pauwe. En er werd mij gevraagd of ik de afbeelding van Humphrey Mijnals wil maken. Omdat het de eerste Surinaamse speler was in het Nederlands elftal. Op die manier ben ik gewoon maar aan de slag gegaan. Ik heb een schetsje laten zien en ze gingen akkoord. En hoe was het om de reactie te zien van Humphrey zelf? Ja, toen ik hem voor de eerste keer zag, toen zat de bal er nog niet. Dus toen kwam hij me even de les lezen. Toen zei hij: jongeman, kom eens hier. Kom eens hier. Kijk, de bal. Eergisteren heb ik je gezien, hè? Zaterdag had u hem al gezien, toch? Zaterdag was hij bezig. En toen heb ik hem gezien zaterdag. En gisteren? Hij heeft het afgemaakt, want de bal was nog niet op mijn voet. Hij heeft het afgemaakt. Okay. Dan ben ik trots op de jochie, eerlijk. Ja, uw naam staat erop. Wat voor gevoel krijgt u? Gewoon normaal. Huh? Ik heet Humphrey, klaar. Bent u niet trots? Ik ben trots op jou, wat dat betreft ben ik echt trots op. En voor dat ook. Daar. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ja. Dat vind ik hartstikke leuk. Humphrey Mijnals, oudspeler, Nederlands elftal, Surinamer, voetballer. Dat vind ik hartstikke leuk. Mevrouw heeft een foto nog gemaakt van. Ja.
Ja. Daar bent u ook trots op? Daar ben ik echt trots op. Want deze blijft bestaan en dit ook. Ja, klopt. Over een paar jaar of nog 10, 20 jaar. Ja, daar blijft die hangen. Daar ben ik er niet meer.